klinkt toch prachtig, hè? Internationale namen als IAMS, Honeywell, IBM, Google en misschien Tesla wel. Daar gaan we het over hebben vandaag in Ondernemend. En dat doen we met drie gasten. Wim AB van de NON, Matthijs Popke van Popken Megatronica en projectontwikkelaar Peter van Dijk uit Emmen. Om met jou te beginnen, Peter. Je hebt behoorlijk wat grote projecten aangekondigd afgelopen jaren voor wat je in Emmen van plan bent. Mm-hmm. Maar je gaat het hoogste gebouw van Emmen, of ook eigenlijk van Drenthe, neerzetten. Ja. Eind dit jaar. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat begint eigenlijk al in 2007 dat de gemeente een hoogbouwvisie vaststelt op 2-tal locaties in Emmen, waar dit één van was. En wij hebben de mediamarkt ontwikkeld natuurlijk en we zijn eigenaar van de bibliotheek. En dit betreft een stuk grond wat daarop aansluit. Dus het was heel voor de hand liggend dat wij dat gingen ontwikkelen. Maar goed, voordat je gaat ontwikkelen moet je ook spul verkopen, verhuren en echt van de grond zien te krijgen. Maar het is nu 11:55, we zijn inmiddels heel ver met de planontwikkeling. We hebben eigenlijk alle appartementen verkocht. En we zitten eigenlijk in de voorbereidingsfase. Er lopen nog een aantal zienswijzen van een aantal omwonenden voor die natuurlijk niet blij met het plan zijn. Nou, dat hoort altijd bij ieder plan, ja. Dus daar moet je er gewoon doorheen. Heeft het met de hoogte te maken? Hoe hoog wordt het gebouw? Nou, hij is 65 meter hoog. Ja. Maar het heeft niet zozeer met de hoogte. Als hij 30 meter was geweest, waren ze er ook niet blij mee geweest. En ook vanuit die visie ook begrijpelijk hoor. Maar als je in het centrum woont, dan moet je ook beseffen dat je met de ambities van de gemeente de stad op de kaart wilt zetten voor de regio. En daar hoort ook hoogbouw bij, want het geeft een bepaalde dynamiek aan de stad. Mm-hmm. Je mist de skyline. We missen de skyline, hè? Ja. En die gaan we nu proberen te maken, in ieder geval op die plek. Maar je ziet toch genoeg ambities in Emmen, ook in het centrum. Oh. Je gaat aan het Willingplein, ga je ook een gebouw neerzetten? Ja, Raadhuisplein, hè, nu omgedoopt. En ja. Daar zijn we heel ver mee. De planning is dat we daar april, mei starten met de bouw. En dat wordt 7200 vierkante meter commerciële ruimte. Daar zitten onder andere de nieuwe Rabobank in. Postkantoor uit Hogeveen. Het Krancafé, hè? Het Krancafé, ja. En nog een aantal andere namen die we binnenkort bekend gaan maken. En een grote parkeergarage. Dus er is genoeg te doen. Bouwen in Emmen, ik kan me ook voorstellen dat mensen dan zeggen van, er is ook heel veel leegstand in Emmen nog steeds. Hè, jij bent onder andere, heb je ook het winkelcentrum in beheer. Ja. Wat kan Emmen daar het beste aan doen aan die leegstand? Nou, kijk, iedere gemiddelde stad in Europa heeft last van leegstand. En dat heeft niet eens zozeer te maken waar iedereen altijd maar gilt dat het met internet komt of van de crisis. De crisis heeft meer invloed als het internet. Want wij merken gewoon dat er ook heel veel winkels, of heel veel internetwinkels, juist fysieke winkels openen. Maar dan moet je wel een goed centrum te bieden hebben die compact is. En in de jaren 90 en 2000 is er heel veel wildgroei geweest. En dat er winkels zijn gebouwd op aanloopstraten, in alle steden gelden dat hoor, waar winkels zijn gepland, ja, daar zie je dat alles leeg staat. En dan roept iedereen automatisch, overal is leegstand, maar het heeft daarmee te maken. En wij moeten nu alle zeilen bijzetten dat je de kernen van de steden en de dorpen in Drenthe, dat je die goed gevuld houdt. Dus je moet je ook van binnenuit de stad versterken, naar mijn mening. Dat is een hele opgave. Ja, dat is een hele ingewikkelde. Maar in de gemeente Emmen is dat bewustzijn ook zeer zeker aanwezig. Mist Emmen nog iets in jouw opzicht? Naar jouw mening in het centrum? Je kan niet zeggen dat Emmen iets mist of dat Koevoor iets mist of As iets mist. Maar de markt is schaarser geworden doordat er gewoon wel minder winkelketens zijn. Maar je moet een goede hebben en die moet je naar het noorden kunnen trekken. Maar wat je zegt eigenlijk is dat er een soort van ruilverkaveling op gang moet komen. Hè? Ja, dat al die, absoluut. Ja, het is vanuit de landbouw, maar dat de winkels dichter bij elkaar komen. Absoluut, dat is de enige sleutel tot succes. Ja, krijg je ruzie met collega's misschien die ook panden in bezit hebben? Of werkt dat dan niet zo? Nou, dat is echt iets wat bij de overheid vandaan komt hoor, en niet bij mij. Wij focussen ons puur op ons eigen bezit. Wij zorgen dat de goede partijen naar Emmen komen. Althans, daar doen we ons heel erg ons best voor. Het kost heel veel tijd en energie. Heel moeilijk om ze echt te krijgen. Maar uiteindelijk, tot aan vandaag, is het nog steeds gelukt. Nieuwe brands naar Emmen halen, dat is echt de opgave. En daar moet je een compacte stad voor hebben. Maar ik ben niet de stedenbouwer, hoor. Dus wij doen alleen maar onze deelprojecten. Je beperkt je ook niet tot Emmen. Je komt uit Casino Veen van oorsprong. Je hebt het schip daar natuurlijk neergezet. Koevoorde, ben je bezig met een project? Kan je daar wat over vertellen? Nou, eigenlijk nog niet. We gaan in ieder geval op de Citadelpunt gaan we een project ontwikkelen. En dat staat nu aan de vooravond dat we met planontwikkeling bezig zijn. Wij dachten altijd dat we de winkeliers een enorme plezier ermee deden. Als we daar ook winkelruimte zouden bouwen. Dat je een as zou krijgen tussen Holwert Zuid en de Citadelpunt. Zodat de hele Friese straat daarvan profiteerde. Maar verrassend dachten de winkeliers daar anders over. En die wouden juist geen meter winkel meer bij hebben. Nou, dat is een stelling. En ik ben met die stelling niet eens.
Maar ik ga er wel in mee, want ik heb geen zin om iets te bouwen waar iedereen op tegen is. Dus heel mogelijk wordt dat alleen een woongebouw. Dat is ook een hele mooie plek om te wonen natuurlijk voor de Koeval daarna, midden op de historische markt. Heb je bij dat soort projecten ook al meteen in je hoofd zitten hoe het eruit komt te zien? Jawel. Dat je meteen, je doet je ogen dicht en je ziet het voor je? Nou, ik rijd er langs en dan ben ik, ik ben daar 24 uur per dag mee bezig. Ja, want wat leuk is te vertellen, waar kom je vandaan? Wat voor opleiding heb je gedaan? Nou, mijn opleiding was niet al te best, maar ik ben begonnen met een kunstopleiding. Nou ja, ja kunstopleiding. Ja, kunstopleiding. Hè? Dus zo decoreren, beeldhouden, kunstschilderen, dat soort dingen. En toen ik 17 was, ben ik van school afgestuurd, omdat ik een beetje ongeduldig was en onhandelbaar. En toen ben ik in de winkel terechtgekomen. Eerst een jaar bij een baas gewerkt in Meppel. Daar heb ik heel veel geleerd. En toen was ik 18 en toen kwam ik in de zaak van mijn ouders in Klazienerveen. En dan gaat meteen in je hoofd spelen van, hey, misschien is er wat overal wat stenen staan, dat is wel wat voor mij? Nou, eerst begin je echt met de winkel, met de cassettebandjes en de stofzakken en de luidsprekersnoertjes. Ja. En uiteindelijk groei je, word je ouder en je gaat reizen, je gaat dingen van de wereld zien. En toen ik wat ging reizen, we waren nog niet echt vaak het dorp uit geweest. Ja, dan word je geïnspireerd en getriggerd door dat dingen wel mogelijk zijn. En daar heb ik ook het schip bedacht, hè, het glazen gebouw op het water. En ook uiteindelijk schip 2. En dat inspireert. Maar dat is gewoon alleen maar, eigenlijk je leeft. En als je leeft zie je dingen. En die kun je ook vertalen naar het Drentse niveau. En dan ben je in New York en dan denk je, hey, hoge gebouwen. Ik ga in Emmen ook zo'n hoog gebouw neerzetten. Ja, dat was altijd een droom. Ja, heb jij al een naam voor dat hoogste gebouw van Drenthe? Hij gaat heten de Manhattan Tower. Dat de tower zal wel toren Manhattan worden. Tower? Manhattan, ja. Daar is geen Drentse naam of geen Emmen naam of iemand in Emmen waarvan je denkt van die moeten de naam moet Hondsrugtoren of zo. Ja, dat was eerst de naam. Had een projectteam had de naam Hondsrugtoren bedacht. Zit een heel project op. Ik doe er zelf aan de techniek natuurlijk niet veel. En die hadden even met elkaar besloten dat het de Hondsrugtoren werd. Ja, en, we gaan even vragen. Manhattan Tower. Wat zeggen jullie dan? Het klinkt ambitieus. Ja. We hebben zo'n naam dan ook in Emmen? Ja, ik weet niet hoe de Emmenaren erop reageren. Ik denk dat ze zich meer thuis voelen bij misschien een wat Drentse connotatie. Maar misschien geeft dat een beetje internationale allure. Matthijs? waarom ook eigenlijk niet? Ik moet een beetje ambitie uitstralen, zo'n naam, denk ik. Ja. Ik heb 10 jaar geleden was ik er al over aan het dromen. En ik ben hier van 20 keer in New York geweest. En ik ben verliefd op de stad. En dit gebouw is ook echt zo ontworpen dat het ook lijkt. De steen, de bouwtypologie. Als hij er staat, zal iedereen toch zien van, hey, verrek, het lijkt wel een beetje een New Yorks gebouw. Natuurlijk in miniatuur vergeleken met dat. Maar ik vond het leuk om een Manhattan te laten heten. En dan geen tower, maar toren. We zijn benieuwd naar het resultaat. Ik ook. We hadden het net al over onderneming en over scholing en opleidingen. Dat is wat anders gegaan dus bij Peter van Dijk. Zometeen gaan we het met Matthijs Popken er ook over hebben, over school. Eerst gaan we even naar buiten, naar twee herderinnen in Exlo. Want je zal wel herder zijn. Je krijgt een bepaald budget per jaar, daar moet je je schapen van betalen. En dan krijg je zelf ook loon uit. Ik ben Erika Visser. En dit is Monique Thielen. Wat ik heel erg heb gemerkt deze zomer, vooral hier op de heide, is dat mensen heel vaak zeggen, oh, wat een leuke hobby. Het is toch echt werk? Ja. Ja. En het is natuurlijk geen werk van 40 uur in de week. En ik denk dat mensen dat wel eens onderschatten. Eigenlijk alles wat te maken heeft met het managen van een schaapskudde, dat doen we zelf. Het is een soort van klein bedrijf wat je hebt, een klein boerenbedrijf. Dus wij vormen ook samen de VOF Thielen Visser en hebben dus inderdaad een bedrijf opgericht om ervoor te zorgen dat de financiële middelen die het bestuur ons ter beschikking heeft gesteld, dat wij die op een goede wijze dan ook verdelen over de schapen en onszelf. Het hoeden op de heide, de samenwerking tussen de honden, de schapen en jouzelf, ja, daar geniet ik het meest van. En vrijheid. En dat vrijheid. Je gewoon je tijd zelf in kan delen. Zelf kan bedenken hoe of wat het belangrijkste zou zijn. En
ja, ik ervaar in ieder geval het buiten zijn, het op de ruimte zijn en toch gewoon je eigen beslissingen nemen binnen een bepaald kader natuurlijk, ja. Ervaar ik als vrijheid. Ik zou het graag willen volhouden tot mijn 67ste, of misschien wel langer, maar ja, de werkelijkheid zou ons kunnen inhalen. Zo eerlijk moet je zijn. Maar op dit moment... Jee, ik ga ervoor. Zijn we sterk genoeg. En van buiten gaan we naar binnen, naar Matthijs Popken van de Popken Megatronica. En we hadden het net al over opleidingen. Wat voor opleiding heb jij gedaan? Ik heb in Groningen heb ik de opleiding Megatronica gedaan. Megatronica is een combinatie van werkstofbouwkunde en elektronica. Dus mega, mechanica en tronica, elektronica. En dat heb ik in Groningen heb ik dat gevolgd. Eerst een jaar in Stadsknaal. Toen zeiden ze, hey, je hebt heel veel elektronica-ambitie, je moet naar Groningen gaan. Dat doen ze meer met elektronica. Dus vandaar dat ik van Stadsknaal naar Groningen ben gegaan. En ja, en na mijn studie nog eerst... een half jaar bij een werkgever gewerkt in de medische industrie, in de medische techniek. Ook heel erg mooi om te doen. Geavanceerde elektronica, absoluut. Maar mijn ouders die hebben een eigen bedrijf. En als tuinbouwbedrijf, hè? Een tuinbouwbedrijf, ja. En als kind fascineerde mij al hoe mijn ouders met hun bedrijf omgingen en de passie die ze daarin stapten. Maar wat mij ook heel erg fascineerde was de techniek die erbij kon kijken. Want ook bij een tuinbouwbedrijf komt een hele hoop techniek kijken. Je kunt het bijna vergelijken met de maakindustrie. Ondanks dat het bij ons thuis op een kleine schaal gaat, gebeurt er een heleboel. En de knopjes en de machines die er stonden, dat fascineerde mij. Maar ik begrijp, op jonge leeftijd was jij al een van de knopjes en de machines. En, ja. En je ouders die mochten er niet meer aankomen. Nou ja, eigenlijk toen ik het VMBO heb ik doorlopen met de uitstroom richting elektrotechniek. En toen mijn leraar mij een paar les had gegeven, toen was de elektro mijn aandeel bij ons thuis. En vanaf dat moment mochten mijn ouders er niet meer aankomen en dan deed ik het. Ja. Maar dan begin je toch een eigen bedrijf. Wanneer ben je begonnen? Uiteindelijk heb ik dus een half jaar voor een werkgever gewerkt. En na dat half jaar heb ik gezegd van nee, ik wil het nou toch echt met een onderneming aan de slag. In mijn laatste jaar tijdens mijn studie in Groningen heb ik ook een ondernemersacademy gedaan. Dus ook al om te kijken van hey, de ondernemersvak, daar wil ik meer van weten. Dus ik twijfelde al en tijdens mijn periode bij de werkgever had ik steeds meer het idee van hey, die passie, die ambitie die ik heb, dat vind ik hier niet. En ik ga terug en ik wil ondernemen worden. En ik heb liever geen baas. En ik heb liever geen baas. Dan zag je een soort gat in de markt op dat moment? Waarvan je echt dacht van ik ga nu aandacht richten op iets wat niemand anders doet? Nee, het is niet dat ik een gat in de markt zie. Ik denk dat mijn ambitie is meer zoals misschien volgens mij de directeur van Coca-Cola ooit zei. Hij had de ambitie dat iedereen over de wereld cola ging drinken. En eigenlijk heb ik meer de ambitie laat ik maar eens beginnen bij Drenthe en dan bij Nederland. Maar dat alle bedrijven, of het nou maakindustrie is, hè, of het nou tuinbouw is. Maar iedereen die met knopjes en dingetjes bezig is in zijn bedrijf, die wil ik gaan helpen om meer met Internet of Things te doen. Meer met Smart Factory. Nou willen we graag weten wat je doet dan. Ja, nou wat doe ik? Nou, mijn ouders hebben dus een tuinbouwbedrijf. Dus de stap om eerst de klanten in de tuinbouw te krijgen was natuurlijk logisch. Ik heb een klant in Klazineveen zitten. Nou, hè, we zitten hier in Emmen, dus gebied Klazineveen-Erica moet je daar aan denken. En ik heb eigenlijk gezegd van hey, hoe kan ik jullie helpen vanuit mijn ambitie met mijn elektronica om een stap verder te komen. Nou, dat bedrijf gaf aan van wij willen inzet op kwaliteit. Duurzaamheid of energiebesparing en dat soort aspecten zijn ook belangrijk in de tuinbouw. Maar het is eigenlijk kwaliteit en duurzaamheid is eigenlijk steeds belangrijker aan het worden. En zij wouden inzetten op kwaliteit. Ik heb gezegd van nou, dan ga ik daar een mooie toepassing voor jullie voor maken. En wat heb je gemaakt dan? Nou, ik heb een sensorsysteem voor hun ontwikkeld, met hun op papier gezet. En die ben ik nou voor hun aan het ontwikkelen. Je hebt ook wat meegenomen, ja precies. Wat is het meegenomen? Nou, ik heb hem meegenomen, ja. Wat moeten mensen bij een sensorsysteem? Nou ja, in dit geval praat je dus over een kastje. Ik noem het maar even, ja, een kastje is misschien niet een mooie woord. Maar ik heb dus met hun bedacht van wat stappen we hierin? En met de kennis die ik heb, wat gaan we ermee doen? Dus zij komen met de input en ik kan dan zeggen van hey, dat is wel haalbaar of dat is niet haalbaar. Er gaat iets in en er komt iets uit.
Nou, in principe letterlijk en figuurlijk, ja. In de figuurlijke zin bedenk ik samen met hun wat erin komt. Maar ook letterlijk gezien komt er natuurlijk een sensor aan in dit geval. Daarmee meet je temperatuur luchtvochtigheid. Wat dat mensen willen weten. In dit geval praat je over tuinbouwers. Dus dan praat je over temperatuur luchtvochtigheid is belangrijk. Dus die informatie gaat via een sensor het kastje in. En dat gaat via, in dit geval is dit kastje gebaseerd op een mobiele netwerk. Dan gaat het via het mobiele netwerk gaat het naar een server toe. En wat voor voordeel hebben ze dan, de tuinbouwbedrijf? Ze gebruiken minder energie en minder water en dat soort zaken dan? Nou ja, kijk, in dit geval heb ik dus met hun bedacht van waar willen we op in gaan zetten? Willen we gaan inzetten op besparing bijvoorbeeld? Maar besparing is een eigenschap in de tuinbouw die niet altijd haalbaar is. Als je een strenge winter hebt, dat we een elfstedentocht zouden krijgen bijvoorbeeld. Dan heb je een hele strenge winter en dan moet je ook flink stoken. En als je dan een besparingssysteem hebt bedacht, dan gaat dat renderen. Maar op het moment dat je een hele zwakke winter hebt, dus dat de temperaturen heel zacht zijn, dan is het niet interessant om heel erg met besparing bezig te zijn. Dan wil je eigenlijk gewoon inzetten op kwaliteit. En hoe kun je in een dag dat het bijvoorbeeld wat donkerder is, hoe kun je dan wel zorgen dat de plant zich wel prettig voelt in dus de kamer? Volgende week is het een uitstekend kastje voor de tuinbouwers. Gezien de strenge winter die we krijgen. Nou ja, kijk, je kunt er heel, heel mooi stabiel de temperatuur en de luchtvochtigheid mee monitoren. En op die manier ook mee aansturen. Maar primair is kwaliteit. De kwaliteit gelijk houden van alle planten die zij telen. Maar Matthijs, kun je daar nou van leven dan? Ja, en mijn ambitie is dus om niet alleen in de tuinbouw, het is maar een gebied natuurlijk, Erik Lakkenzieneveen. Maar mijn ambitie is niet om de hele tuinbouw, of ja, wel de hele tuinbouw, dat zou ik mooi vinden natuurlijk. Maar mijn ambitie is groter. Ik wil de hele maakindustrie, waar ik de tuinbouwers ook met je onder reken, die wil ik gewoon allemaal als klant hebben. Gisteren meldde zich een logistiek bedrijf bij mij. En die was door een leraar van de Stenden Hogeschool, waar we nou zitten, was hij gevraagd van, wilt u iets met IoT doen? Ja, maar dat kan. Wat is dat? IoT, hè, met iets met sensoren, laat ik het zo zeggen. Wilt u iets met sensoren doen? Ja, maar die term, hè, daar heb ik niks mee, daar kan ik niks mee. Die leraar die vroeg het nog twee keer. En uiteindelijk, na drie keer doorvragen, zei die man van ja, misschien heb ik daar wel wat voor. Nou, zei die leraar, daar staat een elektronica bedrijf, loop naar hem toe. Die man is naar me toe gelopen en uiteindelijk ga ik daar binnenkort heen. Want die man heeft echt wel iets wat ik voor hem kan doen. Ik wil even aan de andere vraag, moeten we het hiervan hebben? Zo van aanpakken die hap? Ik snap er geen bal van, maar ik vind het wel fantastisch dat hij er zo gedreven mee bezig is. En dat het zijn passie is. Heel erg veel respect voor. Erg leuk. Ja. Dit is natuurlijk de nieuwe generatie ondernemers die op nieuwe technologieën, IoT, Internet of Things, hè, dus nieuwe toepassingen gaat bedenken waarvan mensen misschien nog niet eens weten dat ze ze nodig hebben. Maar dat wel de toekomst is en wat ook heel goed ingebed kan worden in de kennis en in de netwerken en de MKB-bedrijven die we hier hebben. En wat is in jouw vakgebied hetgene wat jij wil meten? Wat wij willen meten is, wij krijgen natuurlijk heel veel belangstelling. Mensen die in het noorden willen investeren. En wat we graag willen meten is, hoe kunnen we die belangstelling, hoe vaak kunnen we die belangstelling omzetten, ook daadwerkelijk in vestigingen of in uitbreidingen. En wat zich weer laat meten in werkgelegenheid. Dus hoe goed zijn we in staat om werkgelegenheid te behouden en uit te breiden in Noord-Nederland. Ja, Wim AB is de naam van de NOM, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Eigenlijk investeren jullie ook in bedrijven bijvoorbeeld, als Matthijs bij jullie zou komen met een goed idee, dan investeren jullie daarin om hem op weg te helpen. Hè? Zo moet ik me dat voorstellen. Dat is een van de dingen die wij doen als NOM. Hè. Wij kunnen ook financieren in bedrijven. Zowel in hele nieuwe, jonge bedrijven als in bedrijven die er al langer zitten en meer dingen willen. Maar ook bedrijven die al ouder zijn en hier naar Noord-Nederland toe willen komen. Als er een financieringsvraag is die past bij de NOM, ja, dan gaan we daar goed naar kijken. En op die basis zitten wij in ongeveer zo'n 100 bedrijven op dit moment, ook financieel. Gaat dat een beetje sneller of is dat een hele ingewikkelde opgave voor de ondernemer? Relatief gezien gaat het snel, maar goed, ook zorgvuldigheid is hier geboden. Hè. Wij gaan natuurlijk net als ieder andere financier goed het huiswerk doen. Goed kijken naar wat voor plan heeft deze meneer of deze ondernemers. En hoe goed passen de competenties van de ondernemers ook bij de plan. Dus is het in totaal een goed plan samen met de ondernemers. Het plan en de man is heel belangrijk. Wat is een doorlooptijd voor als een ondernemer dat vraagt bijvoorbeeld? De tijd tussen het aanvragen en het krijgen van geld. Ja, dat zit zo rond de 3 maanden kunnen wij dat doen.
Soms kan het sneller, maar soms duurt het ook wat langer als er wat ingewikkelde dingen zijn die wij ook uit moeten zoeken. Maar Wim, de reden dat we jou uitgenodigd hebben, ja, is het feit dat jij de hand hebt gehad, althans bij betrokken bent geweest bij de komst van IBM, bij Google. En nu hebben we Tesla. Ja, het project klopt. Tesla. Ja. Hoe ver zijn we daarmee? Want je zit er dicht op. Mm-hmm. Nou, Tesla zijn we eigenlijk heel erg aan het begin, eigenlijk nog ver voor het begin van het project Tesla. Want Tesla is in die zin een atypisch project. Ja, want is bij Google niet zo gegaan, hè? Dat je van tevoren al weet, oh, het is voor Tesla, we gaan erop inzetten. Normaal gesproken gaat een project, en als je dan inderdaad even refereert aan Google, dat gaat ver beneden de radar via netwerken. En dat gaat een hele lange tijd gaan dat soort bedrijven zich oriënteren op regio's. En vaak heel veel regio's naast elkaar. En wordt er aan ons gevraagd, aan de NOM gevraagd, in samenwerking uiteraard met provincies, met gemeenten, met vastgoedmensen, van oké, wat zijn allemaal de mogelijkheden in Noord-Nederland? En dan weet je niet eens om wat voor bedrijf het gaat? Nou, vaak weten wij niet om wat voor bedrijf het gaat. Zeker in het geval van bedrijven als Google. Die wilden eerst dat in alle rust kunnen doen, zonder dat zij met naam bekend zijn, om allerlei redenen. En nou goed, wij begrijpen dat spel, dus daar doen we dan aan mee. En jullie zoeken eigenlijk als het ware de beste plek voor dit bedrijf bij elkaar, ergens in Noord-Nederland. Ja, wij luisteren goed naar zo'n investeerder, zo'n klant, wat hij precies wil. Wat zijn ideeën zijn, wat zijn plannen zijn. Wat belangrijk voor hem is als hij gaat investeren in een regio. Nou, en dan proberen wij zo goed mogelijk daarvoor de informatie, de contacten, de kennis aan te leveren. Dus zo goed mogelijk het Noord-Nederlandse profiel te projecteren op zijn plannen. Hoe lang duurt zo'n proces ongeveer? Nou, dat heel verschillend, maar het is niet raar dat soms 2, 3, 4 jaar duurt. Google heeft 3 jaar geduurd al met al voordat men zei we gaan naar Noord-Nederland toe. Knap hoor. En wat verwacht je met Tesla? Hoe zal dat gaan ontwikkelen, denk je? Nou, wat ik al zei, het is een atypisch project. In die zin atypisch dat het nu al los lijkt te gaan zonder dat het voor in onze beleving een echt project is. Hè? Want er is nog geen concrete vraag. Hè? Nee. Normaal gesproken komt een bedrijf, een internationaal bedrijf, met een vraag naar Nederland of naar Noord-Nederland toe. Dit wil ik graag, zo groot, deze kennis heb ik nodig. Die vraag is er eigenlijk nog niet. Er is een signaal van Tesla wil naar Europa toe met een hele grote plant. En dus het beneden de radar blijven is in dit geval dus niet de strategie van meneer Elon Musk. Wat betekent dat voor jullie werk dan, voor jouw werk dan? Nou, dat het op dit moment nog even moet wachten. Het echte werk wat wij normaal gesproken doen, doen wij als we precies weten wat zo'n bedrijf wil. Als we de specificaties van zijn plan hebben en precies weten wat voor hem de belangrijkste redenen zijn om wel of niet in een regio te gaan zitten. Het is vrij abstract allemaal nog. Eigenlijk is dit nog abstract. Maar goed, iedereen heeft daar een beeld bij natuurlijk. Hè? Want er staat een vergelijkbare plant in Amerika. Nou goed, het beeldmerk Tesla is natuurlijk bekend. Hè? Naast de auto's en natuurlijk ook de Powerwall en dat soort nieuwe dingen die meneer Elon Musk allemaal bedenkt. Spreekt natuurlijk echt door de verbeelding. En nou goed, aan de ene kant is het natuurlijk mooi dat in dit geval het een wat atypische aanloop is. Want het is aan de ene kant een mooi voorbeeld van wat ons vaak wordt, de bescheidenheid wordt de ons bescheidenheid en de noordelijke bescheidenheid van, doe maar gewoon. Nou ja, dat hebben we nu even van ons afgeschud en we zijn even vol erin gegaan en Noord-Nederland is opgepoetst. En het is ook een heel mooi voorbeeld dat het als één front vanuit Noord-Nederland is ingezet. Hè, hoe vinden jullie het eigenlijk dan? Nou, dat klinkt wel goed. Muziek in de oren hoor. Maar wel echt flink de beuk erin. Want afwachten en wachten tot de specificaties klaar zijn lijkt mij altijd te laat. Dus ik zou er direct eerder op afvliegen. Ben je er al geweest met Tesla bijvoorbeeld? Nou, met een delegatie. Ik zelf niet, maar wij zijn nog wel in die regio natuurlijk bekend. En wij hebben natuurlijk ook via onze lijnen met het ministerie van Economische Zaken, waar wij heel dicht tegenaan zitten. Ja, die zitten daar natuurlijk ook in het veld. Dus zeker, ik bedoel, die lijnen zijn er. En het afwachten is natuurlijk niet zo. Want we hebben als Noord-Nederland, op dit moment hebben wij ons al, denk ik, op een verrassende en spectaculaire manier in de kijker weten te spelen. Moeten we dit vaker gaan doen? Zo op deze manier? Het resultaat was boven verwachting. Dus ik denk dat je dat heel selectief moet doen. Maar voor dit soort projecten is het denk ik een goede oefening met een mooi succes. Maar ja, het moet nog beginnen dus. Jullie zijn er blij mee. Maar is Noord-Nederland geschikt? Tuurlijk, ja, waarom niet? Zeker. Nou ja, de oppervlaktes van de locaties die gezocht worden, hè, als je het naar de Amerikaanse maatstaven bekijkt, zijn veel te klein. Ja.
Er is vast wel wat te bedenken, hoor, wat ja. past. Ja. Ja. Dat is één van de redenen. Kijk, wij kijken nou naar de plant zoals we hem kennen in Amerika. Wij weten niet of die even groot wordt. Waar denk jij en als die wel even groot wordt, dan zullen we daar een oplossing voor moeten bedenken. Daar zijn we sterk in, denk ik, in Noord-Nederland. Mathijs, wat denk jij? Waar zou die moeten komen staan in het noorden, die fabriek? Nou, ik denk dat gewoon in het noorden überhaupt heel belangrijk is. Het liefst Drenthe of zo ergens zou natuurlijk mooi zijn. Maar nee, waarom niet? Laat maar komen. Ik denk dat het heel goed is voor de technologie. Ik denk dat er zijn gewoon een heleboel bedrijven die... Van de week heb ik ook een aantal gesproken die gewoon... misschien niet groot genoeg zijn om echt bekend te zijn, maar wel hele mooie machines hebben. Echt hele mooie fabrieken staan hier in Emmen. Ik denk maar dat niveau kan nog veel hoger en zo'n bedrijf kan dat zeker een slinger geven. En hybride auto's, dat zie jij wel zitten. Ja, nou, waarom niet? Maar het is vooral de scene die er omheen ontstaat natuurlijk van bedrijven, start-ups, spin-offs die er dan natuurlijk omheen vormen. Wat het voor mij ook weer interessant maakt. Ik zie dat zeker niet als bedreiging, maar echt als kans. Ja. Kortom, hij moet gewoon in Emmen. Ja, hij moet gewoon in Emmen. Ja. Ik hoorde dat. We moeten een einde maken van dit programma, want de tijd is om. Ik wil toch nog even vragen, Wim, hoeveel jaar gaat het duren voordat het werkelijk wordt? Of het überhaupt wat wordt? En dan bedoel je Tesla, neem ik aan. Ja. Ja. Wij verwachten dat als er een echte vraag komt vanuit het bedrijf zelf, dan zal die in de loop van dit jaar komen. En nou ja, goed, hoe lang dat dan gaat duren, ja, dat is behoorlijk onvoorspelbaar. Maar dat zal zeker niet in een paar weken of een paar maanden voor elkaar zijn. Nou, we houden het in ieder geval niet onder de pet, dat scheelt. Mathijs, waar ben jij straks over een jaar of 10? Nou, ik hoop dat ik dan een heleboel bedrijven hier in Emmen heb kunnen helpen met het slimmer maken van een proces of product. En Peter, hoeveel van die Manhattan Towers staan er straks in Emmen? Nee hoor. Minimaal 2? Ik heb geen idee, joh. We gaan gewoon lekker door. We kijken wat er op ons pad komt en hoe de wereld en de stad zich ontwikkelt. En daar anticiperen we lekker op. Oké, we kunnen nog wel uren doorpraten, zeker ook over Tesla en zo. Maar ja, dat gaat niet. Misschien nog een andere keertje nog weer terugkomen. Dit was Ondernemend. Graag tot volgende week. We zijn weer in Meppel. Tot dan.